Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde en Tiga Health and Beauty Bokstel. Ja, vandaag in Dommeland Live gaan we verse asperges eten en we gaan kijken hoe we een mooi gerecht samen kunnen stellen. Ik heb de dames van de proeftuin bij mij op de bank. En met hun ga ik praten over hun 9e editie. We hebben de stichting Bokstel Vooruit hebben we hier. We gaan het hebben over Koningsdag. Want ja, 27 april is het weer zover. En tot slot hebben we de band Tip Jar. En zij zorgen nog voor een muzikaal tintje vanavond. Het is vandaag dinsdag 3 april. Welkom bij Dommeland Live. Ja, ik zei het al, we gaan vandaag verse asperges eten en daarvoor heb ik bij mij staan. Jot Hovers, restaurant Montimar in Bokstel. Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Ja. Eerste keer dat je er bent volgens mij, of niet? Klopt, zeker. Ja, we zijn ook nog niet open met het restaurant. Dus, Oké, en vanaf wanneer gaat het? Maandag 9 april. Oh, dan zal het wel topdruk te zijn zo vooraf in de voorbereidingen. Ja, het is ook last minute geregeld, dus het was even stressen, maar we zijn er. Dus, ja, precies. En je hebt een paar mooie producten meegenomen. Ja. Kun je mij vertellen waar jij vandaag gaat maken? Ik ga maken gemarineerde zalm, een beetje gravat laks stijl. Oké, stop. Ik weet niet wat dat is. Gravat laks is eigenlijk een Noors variant van de gemarineerde zalm. Oké. Een beetje verse kruiden erop, peperzout. Oké. Dus dat ga ik maken. Yeah. Daarbij verse asperges. Natuurlijk. En een Hollandaise saus heb ik gemaakt. Oké, nou klinkt voortreffelijk. Ik kijk er erg naar uit. Het gaat helemaal goed komen. En nou heb ik gehoord dat er een trucje bestaat om te testen of asperges vers zijn. Klopt dat? Ja, er zijn meerdere manieren voor om te testen. Okay. Maar in principe als je je vork erin steekt en hij valt er vanaf, dan is het al goed. Yeah. En als je hem in je hand houdt, mag je niet meer breken dan... Oké. Dus, mensen thuis kunnen daar ook... Er zijn heel veel manieren om te kijken of ze goed gaar zijn. Okay. En het lekkerste is als ze nog een klein beetje een bite hebben. Ja. Yeah. Dus maak ze vooral niet te gaar, zou ik zeggen. Oké. En vandaag combineer jij het met zalm. Klopt. Maar wat zijn nou smaken die nou heel erg goed verder naast de zalm zeg maar, bij asperges passen? En welke echt helemaal niet, waarvan je zegt van nou dat moet je echt Wat heel bekend is de ham natuurlijk. Ja. De asperges met ham. Ja. En verder, wij gaan het nou een beetje met iets lichte zuren combineren. Ja. Dus dat is wel heel lekker. Ja. De asperges zijn zelf een klein beetje bitter van zichzelf. Oké. Dus wat moet je verder niet doen? Ja, heel veel is eigenlijk mogelijk, maar ja... Experimenteren vooral. Ja, dat zeggen ze. Dat is mooi, want ik heb hier vaker koks gehad en die zeggen dat allemaal. Dat vind ik zo mooi. Nee, helemaal goed. Wij komen straks bij jou terug en jij gaat lekker aan het marineren. Klopt. En we komen tussendoor in ieder geval nog eventjes even checken. Helemaal goed, ik ga aan de slag. Helemaal goed. Ik ga naar de dames van de proeftuin. Zo, dag dames. Hi, zijn jullie er klaar voor in mijn studio? Ja. Want, zoals ik net al zei, de 9e editie van de proeftuin. En bij mij op de bank zitten Aagje Verstegen en Christa van Oosten. Dat zeg ik goed, hè, dames? Ja. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ik ben reeds benieuwd. Oh, dat klinkt echt heel erg onfatsoenlijk dit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want op 8 april hebben jullie de 9e editie. Ja. Hoe is het destijds ontstaan dat jullie de proeftuin zijn gaan neerzetten? Nou, zoals je het al hoorde, de proeftuin is voor het goede doel. Okay. Dat doen wij ieder jaar. Wij zijn de Bokstel Bellamy's. Mm-hmm. Wij zijn een club die evenementen organiseert voor het goede doel. Yeah. We zijn wel allemaal Bourgondisch, maar dat is het uitgangspunt. Yeah. En wij hebben dus 9 jaar geleden bedacht samen met elkaar van wat voor evenement zouden we nou in Bokstel neer kunnen zetten. Belangrijk is dat het lokaal is. Mm-hmm. Ons goede doel zijn ook lokaal. Yeah. En dat we iets doen wat uniek is. Yeah. En, dat idee is omhoog geborreld en daar is de proeftuin uitgekomen. Oké. En jullie hebben inmiddels echt een heel evenement daar staan. Maar ik neem aan dat jullie klein zijn begonnen en gegroeid zijn. Of stond er gewoon vanaf moment 1 een gigantisch evenement? Nee, absoluut niet. We zijn inderdaad, precies zoals je het zegt, klein begonnen. Je hebt een try-out, je begint op locatie, je zoekt de deelnemers. Ja. Maar het bleek al wel vrij snel een succesformule te zijn. Ja. Dus dat je echt een platform creëert voor horeca, Bokstel en omgeving
om zich te kunnen presenteren met mooie kleine hapjes. Ja. En wat is nou lekkerder dan met een zonnetje te proeven en te genieten. Ja. En dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Komen we daar ook nog even op terug. Want jullie hebben een locatie bij het Sint-Lucas. Waarom heb je voor die locatie gekozen? Heel centraal gelegen. Ja. Iedereen kent het. Ja. Maar daarnaast is het in de tuin van het Sint-Lucas. Ja. En het is een prachtige ommuurde tuin die op het zuiden ligt. Ja. Met een stuk terras. En daar kunnen we eigenlijk een behoorlijke weersonafhankelijke locatie opbouwen. Met mooie pagodententen. Ja. En ja, dat is een hele fijne samenwerking met hun. Nou, dat is ook wel heel belangrijk en heel mooi natuurlijk. Ja. Christa, hoeveel bezoekers verwachten jullie eigenlijk bij het evenement? Nou, we hopen eigenlijk dat het net zo'n topjaar wordt als vorig jaar. Mm-hmm. Vorig jaar was het grootste aantal bezoekers ooit. Okay. We hadden ongeveer 1700 volwassenen en 300 kinderen. Jeetje. En dat kwam vooral ook door het fantastische weer. Ja. De laatste weken hebben wij het weer nu op de voet gevolgd. Ja. En het ziet er eigenlijk naar uit dat het weer zo'n fantastisch weer wordt als vorig jaar. Ja. Hè, iets van 21 graden is er nu voorspeld met een zonnetje daarbij. Dus we gaan uit van net zo'n topjaar. Ja, wat dat betreft ben ik de weersvoorspeller. Ik denk dat iedereen, want iedereen zit te wachten tot eindelijk die zon ontzettend gaat schijnen. Ja. En dat draagt inderdaad zeker bij. Dat mensen denken van nou, met een hapje en een drankje in het zonnetje, dat willen we allemaal wel. Ja. Mooi. Hebben jullie nou een idee of je alleen maar de mensen uit Boxtel of de gemeente Boxtel bereikt? Of dat ze ook echt van heinde en ver komen? Nou, vooral uit Boxtel en omgeving. Hè? Wel omgeving, maar niet heinde en verre. Nee. En dan zie je dus al dat je een evenement kan neerzetten wat eigenlijk al zo groot en professioneel is. Ja. Met zo'n leuke uitkomst voor het goede doel. Ja. En is eigenlijk hartstikke prima. Ja, nee, mooi, mooi. We hebben een aantal foto's van voorgaande jaren. Die gaan we even bekijken. Zouden jullie mij kunnen vertellen wat we zien ondertussen? Jullie kunnen hier meekijken. Ja, hier zie je gewoon meteen de sfeer van de proeftuin. Dus in de tuin, daarachter zie je de pagodententen opgebouwd. Ja. Daar staan alle deelnemers, de restaurants. En hier zie je een aantal leden van de Bellamy's die zelf flink de handen uit de mouwen steken om iedereen te voorzien van een drankje. Ja, mooi. Leuk. Ja, dit was van vorig jaar. Dit was de band van Bakkes. Die treedt ook dit jaar weer op. Mm-hmm. Dus we proberen ook ieder jaar daar een mooie opbouw in te hebben. Mm-hmm. Live muziek geeft gewoon een hele, hele prettige sfeer, passend bij het evenement. Zeker. En je ziet inderdaad de kindjes eronder heerlijk genieten. Ja. Ja, dit geeft wel een beetje aan hoe lekker druk het kan zijn. Ja. Ja. En dat zijn inderdaad die trappen met die terrassen op het zuiden. Ja. Dus je hoeft ook maar een paar zonnestralen te hebben en het is eigenlijk al goed voor toe vandaag. Nee, zeker. Ja, ja, als je dit zo ziet, dan heb je zoiets van, nou, we weten allemaal waar we naartoe gaan. Precies. Helemaal mooi. Nou, en toen zeiden jullie net al van, nou, hè, dit is voor het goede doel. Ja. Welk goed doel is er dit jaar voor gekozen? Dat is Buurtsport Boxtel. Oké, okay, ja. Leuk. Degene die, zeg maar, de voorzitter van de club, mag ieder jaar het goede doel uitkiezen. Yeah. En het belangrijkste is dat als je samenwerkt voor de opbrengst van het goede doel, dat je dat eigenlijk vanuit je hart kan doen, dat dichtbij voelt. Ja. Dus wij zoeken ook altijd goede doelen die in de omgeving van Boxtel zijn. Ja. En Buurtsport Boxtel is dat. Ja, en die verzorgen de gymlessen op alle scholen. Ja. En zorgen voor de buitenschoolse activiteiten. Zodat eigenlijk alle kinderen, dat is het idee, hè, bewegen is leuk. Ja. Dat alle kinderen daarvan mogen, mogen deelnemen. Ja. En daarnaast verzorgen ze ook de op scholen zeg maar anti-pestlessen. Hè? Dus daartegen. Ja, dan heb je een heel mooi doel, zeker. Hebben jullie nou een bepaald bedrag waarvan je denkt van ja, dat moet het toch wel minimaal, moet er die kant op gaan? Ja. Ja, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Ja, hè? Ja. Omdat vorig jaar natuurlijk zo'n topjaar was, hadden we ook een topopbrengst. Ja. Hè, ongeveer 15.000 euro was onze opbrengst van vorig jaar. Ja. En dan willen we eigenlijk gewoon evenaren dit jaar. En dat gunnen we Buurtsport Boxtel ook enorm. Ja. Die hadden een wensenlijstje ingediend waar ze nog heel erg bescheiden waren. En die hebben we vooral uitgenodigd om daar een heel mooi lang lijstje van te maken. En dat willen we eigenlijk allemaal zorgen dat we dat voor ons kunnen aanschaffen. Ja, en is het nou zo, stel nou dat bedrag niet gehaald wordt, dat daar vanuit een andere mogelijkheid wat kan worden aangevuld om daar toch een mooi bedrag van te creëren, zeg maar? Wordt er vanuit jullie iets aangevuld als dat nodig blijkt te zijn? Nou, wij hebben
wij zijn afhankelijk van het goede weer. Mm-hmm. Hè? Dus omdat het een buitenevenement is en op het moment dat er bijvoorbeeld regen zou vallen, hebben wij natuurlijk een bepaalde reserve voor dat soort omstandigheden. Want je wilt niet met lege handen daar komen. Nee. Dus dat stuk zit altijd goed. Ja. Dan is het natuurlijk niet zo'n hoog bedrag als 15.000 euro. Ja. Ja. En ja, dat was vorig jaar ook echt extreem hoog. Ja. Ja. Het zou wel leuk zijn. Leuk zijn. Ja, zeker. Leuk zijn. Ja, absoluut. Ja. Nou, zeg je al, hè, vorig jaar hebben jullie dat bedrag ook naar een goed doel gebracht. En zien jullie daar nou iets van terug, van wat die schenkingen die jullie de afgelopen jaren, niet alleen maar vorig jaar, maar ook de voorgaande jaren, wat daar nou van gerealiseerd is of wat daarvan terechtgekomen is? Het goede doel wat wij hebben gehad in het jaar waar we dan dat bedrag aan hebben overhandigd, mm-hmm. komt ook altijd terug bij ons om te vertellen wat ze er precies van gedaan hebben. Mm-hmm. Vooraf geven ze ook aan wat ze ermee gaan doen. Ja. En op het moment dat zij gerealiseerd hebben met het bedrag wat ze voor ogen hadden, komen ze dat dan ons presenteren en vertellen. En wordt dat eigenlijk ook altijd in de media naar buiten gebracht, zodat iedereen die heeft bijgedragen aan... aan dat goede doel, dat ze ook weten dat het goed terecht komt. Ja. En het is vorig jaar geweest, zeg maar. Ja. Maar de voorgaande jaren, zie je dan dat dingen ook voor langere termijn, dat je daardoor die boost kunt geven, gaat weer lekker vandaag. Ja, snap jullie het? Ik snap het helemaal. Je dat ziet dat profijt heeft. Ja, zeg maar. Absoluut. Ze houden ook contact. Je merkt ook dat doordat het dichtbij is, mm-hmm. zo'n goed doel, dat je ook gewoon persoonlijk contact met die mensen hebt. Ja. En dat ze ook na een aantal jaren toch het fijn vinden om even te komen te vertellen van hoe staat het ermee? Hoe is de ontwikkeling daar verder in gegaan? Ja. Hè, en wat voor nieuwe ideeën ze hebben en wat ze hebben ze kunnen doen eigenlijk daarmee. Mooi, ja. Zeker. Nou, om een klein voorproefje te krijgen voor aankomende edities. Waar kunnen mensen vooral van gaan genieten? Wat voor soort hapjes en drankjes staan er allemaal? Kunnen we gebruik van maken? We hebben sowieso 13 deelnemers. 13? 13 deelnemers, ja. En de meeste deelnemers serveren tussen de 3 en 4 gerechtjes. Mm-hmm. En wij kijken natuurlijk in het menu ook van dat ze niet allemaal op hetzelfde stukje gaan zitten, maar dat daar mooie differentiatie in zit. Ja. Dus mooie opbouw. Ja. En voor de rest is het echt aan de kok zelf wat ze daar eigenlijk ter plaatse willen bereiden. Ja. En het is ook echt een proeftuin. Dus je gaat je niet grote hoeveelheden. Nee. Maar het zijn mooie kleine hapjes. Ja. De Monty Mar bijvoorbeeld, die komt met de asperges. En we hebben ook een aantal restaurants die eigenlijk al jaren erop staan en die enorm veel favorieten voor ons klaarmaken. Ja. Leuk. Oh, lekker joh. Met het zonnetje erbij en een wijntje erbij. Ik zie het helemaal voor me. Helemaal goed. Ja. Nou zei je net al bij de foto waar de Bellamy's ook op stonden, die de handen uit de mouwen steken. Maar met hoeveel vrijwilligers of met hoeveel mensen zijn jullie achter de schermen bezig om dit mooie evenement neer te zetten? Heel veel. Heel veel? Wij zijn zelf met 28. Dus wij allemaal zelf. Ja. En wij zijn daar echt al meer dan 4-5 maanden mee bezig. Mm-hmm. En op de dag zelf, we hebben natuurlijk de restaurants die ook zelf met hun personeel komen. We hebben mensen die de bar verzorgen en daar ook barpersoneel voor sponsoren. En we hebben een hele hoop jeugd die ons komt helpen. Zowel in de horeca als bij de kinderactiviteiten. Ja. En bij kinderactiviteiten hebben we bijvoorbeeld ook workshops die gegeven worden. Waar mensen vrijwillig bijvoorbeeld een creatieve workshop komen doen. En we hebben artiesten die ook op vrijwillige basis bij ons het entertainment komen verzorgen. Ja, leuk. En net zei je al van de Ben Bakkers die komt optreden. Wie hebben jullie nog meer staan? Charlotte Bennings komt. Okay. Die meegespeeld heeft in Jesus Christ Superstar als Maria. Leuk. Vinden wij heel erg leuk dat ze komt. En een derde artiest. Danielle van Berkom. Dat is elektrisch violiste. Oké. Leuk, mooi. Ja. Het zijn allemaal mensen in ieder geval ook weer lekker uit de boksels. Ja, absoluut. Liefst wel. Ja. Nou, mooi. Nou zeiden we net al, hè, de kleine kinderen die kunnen in ieder geval meekomen. Nou, die hebben de nodige spelactiviteiten waar ze aan deel kunnen nemen. Merk je nou dat je soms daar de focus op moet leggen om ook de ouders mee te krijgen? Of hebben volwassenen toch wel zoiets van, we nemen die kids mee, want het is juist ons evenement? Nou,
ouders weten ook dat wij enorm veel voor kinderen doen. Mm-hmm. En dat maakt het juist heel leuk. Ja. Zij hebben een dagje uit dat ze lekker kunnen borrelen en van hapjes kunnen genieten met vrienden. Lekker bijkletsen buiten in de zon. Ja. En terwijl ze dat doen, worden hun kinderen ook helemaal verzorgd en geëntertained. Ja. Ze krijgen een kinderkaart. Daarvoor kunnen ze wat eten, krijgen ze een ijsje. Ja. En kunnen ze sporten, creatieve workshop, nagels laten lakken, onbeperkt ranja kunnen ze halen. En ze hebben ook nog hapjes die ze zelf kunnen maken. Dus er is heel veel geregeld voor de kinderen. Mooi, mooi. Wanneer zeggen jullie als op dat moment is Proeftuin 2018 echt geslaagd? Nou, als we dat gevoel weer krijgen wat we net zagen op de foto's. Ja. Dat daar gewoon iedereen staat te genieten. En dat mensen eigenlijk zeggen van ik wil eigenlijk niet weg. Ik wil gewoon blijven hier. Ja. Dat gevoel van het voorjaar, als we dat weer bereikt hebben, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Oké, mooi. En nog een laatste vraag. Groeien? Nog groter groeien? Ja, qua evenement, qua locatie, qua... Ja, kan. Het is daar nog niet vol. Het is daar nog niet vol. Nee. Dus dat betekent nog wat voor de toekomst. Ja, nou, ik ga jullie een heel mooi evenement wensen. Dat er een mooie opkomst en opbrengst mag worden gegenereerd voor buurtsport. En ik ga jullie vooral veel plezier wensen. En veel smakelijke dingen. We gaan terug naar de kok. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het met zijn marinade zit. En met de zalm. En met de asperges. En met al die andere lekkere dingen. Het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed. Ik ga wel even vragen om er een camera bij te halen, jongens. Want dit moeten jullie wel echt even zien. Want dit ziet er... Ik wil in eerste instantie zeggen, dit ziet er heel smakelijk uit. Maar eigenlijk ziet het er niet zo smakelijk uit. Nee, nog niet inderdaad. Maar ik kan me wel heel erg voorstellen dat het heel smakelijk gaat worden, zeg maar. Ja, normaal gesproken zetten wij deze zalm een aantal dagen onder druk weg. Dat wil zeggen, dan een gewicht erop. Ja. Zodat mooi de marinade er goed intrekt. Maar ook omdat er veel zout in zit, trekt het vocht dan uit de zalm. Okay. Zodat hij een beetje, een beetje langer goed blijft. Maar je hebt het echt over dagen, zeg je? Ja, meestal doen we hem één dag, leggen we hem zo in. Ja. En dan na een dag draaien we de zalm een keer om. Zodat de andere zijde ook goed mooi het vocht eruit trekt en dergelijke. Ja. En dan na twee dagen dan trekken we de huid eronder uit. Dat heb ik hier al gedaan. Okay. En dan gaan we hem trangeren. Dus mooi in plakken snijden. Oké. En wat voor kruiden heb je hier nou precies voor gebruikt? Hier zit in mosterd. Ja? Grove mosterd is het lekkerste, dus ook het mooiste uiteindelijk. Oké. Het groene wat je ziet is de dille. Ja. En verder zit er peper, zout en suiker in. Oké, dus dat is nog best wel heel erg handig te maken. Ook tenminste, zouden mensen thuis ook zelf thuis wel eens kunnen proberen. Ja, zeker wel. Hebben we gedeeld, hè? Ja, inderdaad. Dus, Oké. En je kan zelf toevoegen zoveel zout als je wil wat je zelf lekker vindt. Ja. Proef vooral tussendoor en dan... Proeven kan en experimenteren. Kan er alleen maar iets lekkers uitkomen. Ja, inderdaad. Nou, om even bij jou terug te komen op de asperges. Hè, want ik heb wel eens gehoord dat op het moment dat je asperges hebt gegeten, dat als je een dag later maar eventjes naar het toilet gaat, dat nou niet altijd even aangenaam... Nee, ja, dat kan gebeuren inderdaad. Maar waar zit hem dat dan in? Waardoor gebeurt dat? Dat durf ik zo niet te zeggen waar het exact aan ligt. Kan met witte asperges, kan ook met groene asperges. Wit net wat eerder. Oké. Alleen hoe het exact komt, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar, nou zeg je al... Je hoeft er niet bang voor te zijn als je... Nee, precies. Je moet ook gewoon lekker asperges eten. Want uiteindelijk is het gewoon heel erg lekker natuurlijk. Nou zeg je al witte en groene asperges. En ik moet je heel erg zeggen, ik heb zelfs over paarse asperges gehoord. Ja, er zijn vaak de topjes zijn dan paars. Maar wat is dan het verschil daarin? Wat is het verschil tussen wit en groen? In principe is een witte asperge een volgroeide groene asperge. Oké. En dan hebben we nu deze asperges, die komen nog uit de kas. Ja. En vanaf eind april ongeveer, dan gaan ze van het land af. Oké. Maar zit dan nog dan zijn de mooiste asperges. Oké. Maar zit er dan een heel groot smaakverschil in tussen wit en groen? Ja, en ook qua bereidingswijze doe je er hele andere dingen mee. Oké. En wat zijn die paarse topjes dan weer? Dat ligt er dan weer aan of over het algemeen vinden de mensen het mooist. De klasse A asperges, die zijn helemaal wit. Ja. Zodra er een beetje zon op is gekomen, dan kan de kleur van de top of bruin worden, of paars, of iets dergelijks. Ja. En dan ga je eigenlijk een klasse lager in de asperges. Zijn net zo lekker. Ik wou net zeggen, want dan alleen... Ook het zit hem gewoon in visuele... Ja, visueel, maar ook... Oké. En een klein beetje kwaliteit. Oké. Ja. Nou, ik vind het helemaal mooi. Ik ga het zo weer bij jou terugkomen, want ik ga naar de mensen van Bokstel vooruit. En dan, als het goed is, heb je dan dadelijk nog weer een stukje verder weer. Ja, ik ga hem nou weer mooi snijden en dan kunnen we dadelijk mooi een bordje opmaken. Ja, geweldig, helemaal goed. Ik kom zo bij jou terug. Helemaal dankjewel. Goed. Zo, dan wandel ik er even voor door. Ik moet ondertussen eventjes liggen te hengelen. Goede
avond samen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, want ik zei het al, met de mensen van Bokstel Vooruit gaan we het hebben over Koningsdag. Of dat zei ik nu net niet, maar dat zei ik in mijn intro. Ik ben vandaag lekker aan het struikelen, merken jullie het ook? Het is echt ongelooflijk. Bij mij op de bank, stel jezelf even voor. Ik ben Ludie Meister en lid van Bokstel Vooruit. En hou me vooral ook bezig met Bokstels Oranje Festival, zoals we het tegenwoordig noemen. Bokstels Oranje Festival, dat is een goede om te onthouden. Ja, dan ga ik wel. Misschien dat ik daar nog een keer met een klein beetje moet corrigeren. Je merkt het, hè? Ik ben vandaag een beetje aan het stotteren, dus dat... Helpt me wel. Helemaal goed. Ik ben Monique in het Groen en ik zit ook bij Bokstel Vooruit. En ik ben verantwoordelijk met de commissie voor het onderdeel kinderactiviteiten binnen het Koningsprogramma. Oké, helemaal goed. En nou heb ik begrepen dat de Stichting Bokstel Vooruit is opgericht op 6 mei 1925. Dat is al even geleden. Ja. Maar kun je mij er iets over vertellen wie daar destijds of hoe dat destijds tot stand is gekomen? Daar kan ik niet alles over vertellen, maar ik weet wel dat het eigenlijk is opgericht als Oranje Comité. Als Oranje Comité? Als Oranje Comité. Ja. En vanuit het Oranje Comité hebben zij in de loop der jaren allerlei festiviteiten georganiseerd voor de Bokstelse gemeenschap. Okay. En sommige die zijn wel bekend, denk ik. Zoals we doen bijvoorbeeld dodenherdenking. Mm-hmm. Maar we doen ook natuurlijk het Bokstels Oranje Festival nu. Yeah. Maar daar hebben we ook intocht van Sinterklaas. We hebben nu uitgebreid met Sint op Stapel. Of Stapel op Sint, welk is het? Stapel op Sint. Stapel op Sint. Nou, dan struikel jij, dan struikel ik. Nou, in ieder geval alle activiteiten doen wij. En sommige die horen bij onze core business. En dat is onder andere Oranje Feesten. Ja, oké. Maar je zegt net al van, jullie organisatie is gericht voor Bokstel, zeg maar. Ja. Of in ieder geval om het allemaal wat in beweging te brengen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Oké. Ja, dat is goed. Misschien waren we aan de voorloper van meewerkend Bokstel. Wij willen graag met de mensen samen iets bewerkstelligen in Bokstel. Ik vind dat mooi gezegd. Hoe zit jullie stichting verder? Hoe zit dat in elkaar, zeg maar? Want jullie zijn alle twee lid van de vereniging, waarbij jij gericht bent op de activiteiten. Maar hoe moet ik verder jullie stichting zien? Nou, we hebben eigenlijk een bestuur. Oké. En in het verleden was het zo dat wij als bestuursleden ook zeer betrokken waren bij de activiteit. Dus ook in de uitvoerende sfeer. Mm-hmm. En we zijn nu eigenlijk de laatste jaren bezig om daar een omslag in te krijgen. Okay. Dat we ook andere mensen hebben proberen te betrekken die ook dingen uit gaan voeren, maar die het lastiger vinden om bijvoorbeeld in een bestuur te zitten. Ja, okay. En dan bijvoorbeeld één activiteit adopteren. Ja, op zo'n manier. Ja, meer per evenement eigenlijk. Per evenement. Dus proberen we wat mensen enthousiast te krijgen. En dat zie je vaak ook wel. Als je bespreekbaar maakt dat ze betrokken kunnen worden bij één activiteit of één evenement. Ja. Dan zie je wel van, oh ja, daar is het overzien en dat is behapbaar. En dat past nog in die drukke agenda. Ja, precies. En zo zien we dat daar wel groeien. We zien daar wel een trend in dat we steeds meer mensen enthousiast krijgen om bij een... Ja, we werken dan met commissies per evenement. Ja. Om aan te sluiten bij een commissie. En ja, voor ons is daar gewoon superleuk, omdat op die manier krijg je meer betrokkenheid ook van diverse mensen natuurlijk binnen onze organisatie. Ja. En het maakt het voor ons ook wat behapbaarder, want ondertussen, Ludie schetst het al, we hebben best veel evenementen op ons bordje liggen. Ja, en daar kunnen wij natuurlijk helemaal niet alleen. En dat willen wij ook niet alleen. Nee, want met hoeveel mensen zijn jullie binnen Bokstel Vooruit? Op dit moment zijn we met z'n tienen, denk ik. Tien. Oké. Ja, en dan heb je met 10 mannen heb je het wel stevig te halen. Maar we hebben een hele grote ring omheen waar we een beroep op kunnen doen. Oké, dat wel. En onze insteek is dat die ring omheen ook een soort zelfsturende groepjes worden. Yeah. Dus bijvoorbeeld een goed voorbeeld ervan is bijvoorbeeld Jas de Keistamper. Yeah. Er zijn een aantal mensen die echt verantwoordelijk zijn voor Jas. Yeah. En eenmaal vanuit het bestuur stuurt hem meteen aan. Stuurt hem vanuit het bestuur aan. Ja, op zo'n manier. Oké, ik snap hem. Ja? Nou ja, het is leuk dat jij over Jas begint. Want ik heb begrepen dat hij ook wel mee heeft bijgedragen dat Bokstel Vooruit bekendheid heeft gekregen binnen het Bokstelse. Heb je dat begrepen? Ja, onder andere. Maar hoe moet ik dat zien dan? Want ik heb gehoord dat dat zo is, maar hoe zorgt ervoor dat Jas Keistamper dat godsje meer. Ja, hoe ga je nou vragen? Het is echt ongelooflijk vandaag. Nee, maar hoe, hij is een belangrijk onderdeel van Bokstel Vooruit. Hij is een van de belangrijke onderdelen. En wij gebruiken hem soms daar waar wij ook Bokstel kunnen vertegenwoordigen. En bij belangrijke evenementen in Bokstel als gezicht van Bokstel. Ja, en hij komt hij wel altijd alleen?
Of komt hij ook wel eens met... Meestal zorgt hij wel dat hij iemand bij zich heeft. In ieder geval mensen die muziek maken of dansen. Ja. Maar ook dat blijft moeilijk om daar mensen voor te vinden. Ja. Hij heeft tegenwoordig ook Hanna uit Diemt, die hij wel eens meebrengt. Ja. Alleen als hij, wanneer hij in Boksel komt, is de burgemeester de enige die hem kan roepen en hem tevoorschijn kan laten komen. Ah, oké. Okay. Want eigenlijk vertoeft hij normaal achter een wolk. Ja. En, of op een wolk. Ja. En de burgemeester mag hem daar, die mag hem tevoorschijn laten komen. Ik vind dat mooi, want ik weet van Jas Keijenstamper en toch wist ik dit verhaal niet. Ja. Dus ik vind het en het mooi. Bijzonder is, want er zijn vooral in België en Noord-Frankrijk zijn er heel veel reuzen. Elke gemeente heeft zo'n reus. Ja. We hebben hier in Nederland zijn er veel minder gemeenten. En Boksel heeft er ook een. Ja. We hebben wel de enige die ook kan praten. Oké. Okay. Maar waarom kan deze dan praten? Omdat wij een stem gegeven hebben. Gewoon omdat je dat... We hebben hem een stem gegeven. Wat leuk. Ja. Ik vind het... En hij heeft dus altijd jaarlijks een vaste rol tijdens... Ja. Dan maak ik een sprongetje voor jou naar Oranjefeesten. Boks Oranjefestival. Altijd goed. Hij heeft altijd zijn rol op Boks Oranjefestival, want dan spreekt hij altijd de gedecoreerde toe. Oké, op die manier. Ja. Dus mooi. Dan worden de mensen, de gedecoreerden worden door de gemeente Boksel uitgenodigd. Ja. In het gemeentehuis. Ja. En daarna is er nog een soort, ik noem maar even een openluchtprogramma op de markt. Waarbij de harmonie en de gilde acte de présence geven. Ja. Maar ook Jas de Keijenstamper. Oké. Want en die is gewoon een onderdeel van het hele programma. En die is een onderdeel van het hele programma. Mooi. En over het programma wil ik nog veel meer weten. Want aankomende 27 april... knalt het weer los. Maar jullie gaan gewoon 4 dagen los. Ja, dus dan moet ik jou wel corrigeren. Dat doe maar eventjes. Het is 26 april. Oh, het is 26 april. Want 27 april is inderdaad Koningsdag. Ja, precies. Maar de dag ervoor is Koningsnacht. Ja, natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. En, maar ik zeg al, jullie gaan tegelijkertijd gewoon dus 4 dagen. Ja. 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 Oké, waar komt dat ineens vandaan? Nou, dat komt er eigenlijk vandaan. Vorig jaar hebben wij de schouders ondergezet, omdat wij wilden dat het de Oranjefeesten, zoals het altijd heette, die wilden we eigenlijk naar een hoger plan tillen. Okay. En toen hebben we het ook een andere naam gegeven. We hebben toen gekozen voor Boksel Oranjefestival. Ja. En we zijn met een aantal partijen rond tafel gaan zitten. En dat zijn de Markthoreca was dat, Centrummanagement, Schuine-Winkeliers, Brabant Centrum. Moet ik altijd nadenken, niemand vergeet. Ja, dat is altijd gevaarlijk om iedereen te noemen. En de gemeente Boksel. Ja. En natuurlijk wij als partij. Ja. Om te kijken van hoe kunnen we dit aan een hoger plan tillen. Okay. Daar hebben we vorig jaar een insteek voor gevonden. Van, nou, wij vonden dat we de Koningsnacht. Ja. Dat was in het verleden, als Boksel vooruit organiseerden wij Koningsnacht. En de Koningsdag en de avond. Ja. Maar wij wilden proberen om de jongeren wat meer naar Boksel te krijgen. Nou, dan weten wij, op Koningsdag zijn er in de omgeving Breda, Den Bosch zijn natuurlijk de grote artiesten. Daar kunnen wij niet tegenop. Nee. Dus heb ik dat dan willen proberen om aan de voorkant, dus Koningsnacht, wat meer in de picture te zetten. Ja. Dus hebben we vorig jaar in dit geval Jordi de Boer gevraagd of hij dat iets voor ons wilde organiseren. Dat heeft hij gedaan. Ja. Koningsdag hebben we ook het avondprogramma eigenlijk ook uitbesteed aan Kees Bergmans, die bij een Talent Factory het Boksel Zingt mee ging doen. Ja. En dat was vorig jaar een groot succes. Okay. Een groot succes kwam mede door de goede samenwerking met al die partijen die ik net noemde. Ja. Ja, ja, ja. En dit jaar hadden we natuurlijk weer hetzelfde Koningsnacht en Koningsdag. Ja. En dachten we, nou, dan gaan we hebben eigenlijk afgesproken vorig jaar, we wilden het voor een aantal jaar goed doen. Ja. Voor 3 jaar neerzetten. Ja. Hebben we toen, dus dit jaar gezegd, iedereen doet weer mee, iedereen heeft mee, iedereen was enthousiast. Vorig jaar was het een heel groot succes. Ja. En alle partijen zetten hun schouders eronder. Maar toen op een gegeven moment zei de centrummanagement, schuinstreef winkeliers. Ja. Ja, op die zondag gaan wij Oranje Braderie. Ja. Wat doen we dan het weekend erna? Ja. Ja, je kunt zeggen, oké, we breken alles af en dan bouwen jullie weer alles op zondag op. Ja, dus gekeken van, kunnen we dan samen iets gaan opzetten dat lang gaat duren? Nou, dat betekent ook iets langer laat duren, dan komt er ook een soort prijsverdubbelaar. Ja. Nou, ook dat heb besproken met als gevolg dat alle partijen, en dat is denk ik wel, vond ik heel... We hebben het net over meewerken in Boksel gehad. Ja, ja. Nou, ik denk dat we alle partijen, met name de Markthoreca, de gemeente Boksel, het Brabant Center, wat ik net noemde, en de centermanager hebben de schouders rondgezet. Dat willen we met z'n allen. Wij zetten die verdubbelaar in. Ja. En wij gaan ervoor zorgen dat het een 4-daags spektakel gaat worden. Supermooi. Met als gevolg dat we een aantal vaste onderdelen hadden. Ja. En vorig jaar hebben wij de avondprogramma's opgekrikt. Hè? Ja, en ja, dan zegt de versie 2.0 van gemaakt. Ja, ja. Maar zoals we net al zeiden, ons core business is eigenlijk Oranjefeesten. Ja. En dat is de kinderen. Ja. En dat was nu een beetje een ondergeschoven kindje geworden. Ja. En toen hebben wij Monique met consorten, en daar kan ze daar veel meer over vertellen, ja, bereid gevonden om juist dat onderdeel dit jaar eens een push te geven. Nou, vertel. Nou.
Nou, dankjewel, Ludy. Nou, wij zijn inderdaad door Ludy gevraagd van, nou, goh, wil je eens nadenken weer, ook weer met een aantal mensen om het wat te pimpen, zal ik maar even zeggen, de kinderactiviteiten. Dus we zijn met een commissie van 5 mensen, zijn we eens na gaan denken van, goh, hoe gaan we dat nu aanvliegen en wat zou er anders moeten? Ja. En we komen natuurlijk van de situatie dat het veelal ook voor de allerkleinste was natuurlijk. Dan kom je bij het fietsversieren uit, je kon een beetje knutselen en springkussens. Ja. En wij hadden ook zoiets van, ja, we zouden het eigenlijk ook wel super gaaf vinden als we ook die groep van kinderen die in groep 6 tot en met 8 zitten, dat we die ook wat naar de markt kunnen krijgen. Maar hoe krijg je die nu naar de markt? Ja. Dat redden we niet met alleen knutselen. Nee. Dus toen hadden we bedacht van, ja, dan moeten wij gewoon iets stoers neer gaan zetten. En zo al daarover nadenkend hebben we eigenlijk getracht om een beetje een stoer programma op te zetten. En dat wilden we ook een naam geven. En we hebben dat genoemd Power to the King. Okay. Dus en dat omvat eigenlijk een aantal activiteiten waarvan wij denken van, nou, dat ook wel aan gaat slaan bij die doelgroep. Mm-hmm. Nou, als voorbeeld, ik zal gewoon een aantal noemen. Ja. We gaan starten met een hele grote dino willen we gaan maken. Die gaan we helemaal vol spuiten met graffiti. En dan mogen alle kinderen daarin meewerken. En dat is echt een grote dino. Dus je moet je voorstellen, uiteindelijk wordt dat een dino van 3 hoog en ongeveer 1,08 meter breed. Okay. Uiteindelijk is de doelstelling aan het einde van de dag dat hij dus helemaal volgespoten is. Dan hebben we een hele mooie dino. En die gaan we ergens op een bepaalde locatie gaan we die in Boksel ophangen. We zijn nog even aan het kijken wat een mooie plek daarvoor is. Maar hij wordt ergens opgehangen. Ja. Nou, daarnaast willen we op die middag, want we hebben het continu over die middag, hè, op Koningsdag. Willen we ieder kind de beleving geven dat hij even een momentje een superheld mag zijn. Met een hele stoere achtergrond. Dat gaan we doen met greenscreen. Oh, dus dan uiteindelijk hebben ze nog een mogelijkheid om een foto te pakken waarbij ze er als een superheld uitzien. Yeah. In een hele stoere omgeving. Yeah. Nou, daarnaast hebben we ook nog bieden we de mogelijkheid om te gaan schieten met een lasergun. Okay. We gaan ook slijm maken. En voor de echte stoere mannen en vrouwen onder die kids, die mogen nog een tattoo laten zetten op die middag. Nou, en voor de allerkleinste hebben we naast gewoon het fietsversieren, want ja, dat is en blijft een hele mooie traditie die we ook heel graag in stand willen houden. Ja. Hebben ook een hele mooie klimtoren voor de allerkleinste, dus daar hebben we toch een beetje ook een stoer iets voor de allerkleinste onder ons. Ja. Nou, dat zijn een beetje op hoofdlijnen de activiteiten die wij doen. Maar daarnaast hebben we ook nog een muzikale omlijsting. Mm-hmm. En we hebben een muzikaal programma waarbij we inspringen eigenlijk op de dansen. Bijvoorbeeld die op dit moment heel hip zijn. De swish swish en de shuffle. En, Je weet het, geweldig. Ik wist het niet eens. Okay. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook op moeten zoeken wat het was. Oh, dus het is iets voor de jongere generatie. Dus, ja. Maar het ziet er echt ontzettend leuk uit ook. En het is immens populair ook. Dat hoor ik ook wel weer van de commissieleden die zitten, die zelf kinderen in die leeftijd hebben. Ja. Dus dat gaan we allemaal organiseren. Dan mogen kinderen aan deelnemen. De Star Company komt. Ook hebben we nog aan het einde van de middag komt de rapper Ron Neal komt. En die gaat ook een workshop breakdance geven. Ja. Dus ja, hoe stoer wil je het nog hebben, denk ik dan. Dus volgens mij hebben we best diverse elementen om gewoon een super stoer programma neer te zetten. En hoop ik dat dat mensen dat en de kinderen dat ook zo gaan ervaren. En dat ze terecht zetten, kunnen zeggen straks van, ja, power to the king. Ja geweldig, ja. Geweldig. Ja. Nou, als ik dat zo hoor, dan denk ik van, nou ja, volgens mij moeten die daar echt de tijd van hun leven gaan hebben. Ja. Maar hebben jullie dat nou allemaal zelf gewoon zitten bedenken? Of zijn jullie stiekem bij die kids gewoon eens gaan informeren, zo van, joh, eigenlijk willen wij gewoon van jullie horen wat jullie graag willen. Nou, het is wel zo. En dat is eigenlijk waar we mee begonnen. Vanuit Boksel vooruit. Ik zit er nog met Tony van Abelen ook in. Mm-hmm. In die commissie. Wij hebben juist wat andere mensen verzameld en gevraagd om bij ons mee te denken in deze activiteit. En daar iets in te betekenen. En dat zijn vaak wat jongere mensen die juist kinderen hebben in die doelgroep. In die leeftijdscategorie. Ja. En die weten natuurlijk als geen ander wat populair is. En wat die kinderen leuk
leuk vinden, wat ze bezighoudt. Nou, en ja, op basis daarvan ga je aan de slag. Dan ga je een aantal avonden ga je gewoon bomen. En kom je tot echt hele leuke ideeën. En ik haal er altijd zelf ontzettend veel energie uit om dan weer zoiets te bedenken en zoiets neer te gaan zetten. En we doen het uiteindelijk voor het publiek. Dus wij hopen dat we een super gaaf en stoer programma hebben voor al die kids die dan de 27e gaan komen. Nou, daar twijfel ik geen moment aan als ik dat zo hoor. Geweldig. Achter de schermen kunnen jullie dit inderdaad niet met dat clubje van 10 wat jullie zitten. Met hoeveel mensen zijn die al die dagen als vrijwilliger actief om te zorgen dat de inwoners van Bokstel hiervan kunnen genieten? Dat is moeilijke vraag? Heel veel mensen. Wij zijn natuurlijk met de kern van Bokstel vooruit die vooral facilitair en organiserend bezig zijn. Ja. Maar daarbij zijn natuurlijk de mensen van de marktwerk gaan zorgen dat alle bars bemand zijn en de gemeente zorgt dat alles geveegd wordt. Ja, er zijn zoveel mensen het is een beetje een keten, hè? Dus het begint ergens. Wij zwengelen het een beetje aan, zal ik maar even zeggen. Nou, een beetje veel zwengelen we het aan. Maar dat zet iets in beweging. En daardoor komen andere mensen weer in beweging. En die zetten op hun beurt ook weer mensen in beweging. Dus creëer je heel veel beweging in Boksel eigenlijk. Ja. Want nu hebben we een stukje wat voor de kinderen op de markt wordt georganiseerd. Ja. Maar daarentegen, je hebt het over vrijwilligers. Ja. ODC en MEP, die organiseren ook nog allebei hun koningsvoetbal en koningshockeytoernooi. Okay. Ja, er zijn ook nog legio vrijwilligers bezig om programma's te maken. Alle de wedstrijden onder controle te houden. Denk er alsmaar wat er op zo'n dag kan gebeuren als het toernooi is. Nee, ja, absoluut, absoluut. En als je denkt aan zo'n groot evenement, dan denk ik ook tegelijkertijd aan een stukje beveiliging. Want heb je daar iets extra's voor uit de kast moeten trekken? Want het lijkt me best wel dat je... We hebben dus eigenlijk met al die partijen die ik zojuist genoemd heb, hadden we eigenlijk dit jaar eind oktober, begin november al een soort herenakkoord. Ja. We gaan het doen. Ja. En daarbij, en dat is eigenlijk wel mooi, dat we met al die partijen, dat ook iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. En een verantwoordelijkheid die je noemt is bijvoorbeeld beveiliging. Ja. Dat is met name te maken met de activiteiten die in de avonduren plaatsvinden. Ja. Nou, die verantwoordelijkheid neemt dan de markthoreca en die zorgt ervoor dat er beveiligers zijn. En die zijn aanwezig om het een goede baan te leiden. Ja. Daarbij hebben we ook hele goede contacten. Die ben ik net dan nog te vergeten eigenlijk, is met de politie en de brandweer. Waarbij we aan de voorkant ook al veel kijken van waar moeten we op letten en waar moeten we vooral mensen op gaan zetten. Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. Nou, zitten we nu heel erg in de Oranjefeesten. Ik zeg het goed, hè? Bokstels Oranjefestival. Bokstels Oranjefestival, ik zeg het niet goed. Jawel, dat is ook goed. Oké, nou hebben we daar de focus heel erg op gelegd. Maar wat zijn de volgende activiteiten waar jullie, wat ik neem aan, jullie noemden er net al een heel aantal. Maar zijn jullie al bezig ook weer met andere activiteiten, gelijktijdig met dat dit er nu komt? En... Continu. Waar wij ook zijdelings bij betrokken zijn, is het circus wat er binnenkort komt. Oh, ja. Ja, daar zijn we ook zijdelings bij betrokken. Ja. Dodenherdenking, daar zijn we nu volop mee bezig. Daar zijn we volop mee bezig. De Bokstelse Dag. De Bokstelse Dag zijn we ook bij betrokken. Ja. 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 En we hebben nu eigenlijk ook een aantal grotere evenementen. Dus het Bokstel Oranje Festival is wat groter geworden. Ja. En Stapel op Zin is natuurlijk ook een grote activiteit. Ja, activiteit of evenementen groeien wat dat betreft als een treintje binnen Bokstel. Ja, maar dat komt ook vooral door de medewerking van al die Bokstelaren die mee willen doen. Maar dat is dan even een pluim voor alle mensen die binnen Bokstel meewerken. Dan denk ik, uiteindelijk mogen die dat, dat in hun zak steken. Dat ik denk van, supermooi om te zien. En als dan allemaal ook nog die kinderen allemaal naar de markt komen op Koningsdag. Precies. En als we samen zorgen dat de markt ook gezellig vol zit, dan zijn wij... Heb je geweldig mooi feest. Dan krijg je veel voldoening van je werk. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou is het... één laatste vraag. Waarom, gewoon even als in... Want jullie hebben ontzettend veel verteld, maar één laatste boost om het te geven. Waarom moeten mensen nu naar de Bokstelse Oranjefeesten komen? Gooi hem erin. Gewoon omdat het gezellig is om samen te zijn en samen iets te vieren. Geweldig, geweldig. En omdat wij een super stoer kinderprogramma hebben. Ja. Klinkt goed. Oké, ik zei een laatste vraag, maar dat is niet waar. Ik ga nog één vraag stellen namelijk. Want, ik ben zo best wel turig als dat ik groot ben. Het is vandaag echt een drama. Want wat ik me afvraag, in 2025, het lijkt nog ver weg. Maar laten we wel wezen, 2025 is wel een beetje zo'n jubileummomentje, zeg maar. Hè? Zijn jullie daar al bezig voor in de verre toekomst om te bedenken wat je nog allemaal kunt neerzetten?
Waar we het allemaal neer kunnen zetten. Ja, bijvoorbeeld. Voor in een jubileumjaar bijvoorbeeld. Nee, daar hebben we nog niet concreet over gehad. Maar nee, het is wel benoemd. Het is al wel benoemd. Dus dat is toch stap 1. En dat betekent toch dat er voor ons langzamerhand gaan wij daar ook mee aan de slag. En ik vermoed dat we daar in het volgend jaar de eerste stap in zullen gaan zetten. Kijk, ja, het is allemaal inside information, jongens. Je krijgt hier mooie dingen. Ik vind het helemaal top dat jullie er waren. Dankjewel. Ik wens jullie een fantastisch mooi evenement. Ik nog vragen aan jou? Jij mag altijd van alles vragen. Waar ben jij 26 en 27 april? Waar ben ik 26 en 27 april? En nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dan ben ik aan het verhuizen. Maar dan moet je s'avonds ook zorgen voor de nodige ontspanning. Dat is ook wel een beetje waar. Hebben wij een deal dat jij komt? Ja, belofte maakt schuld, dus dat vind ik een hele gevaarlijke. Ja, je had over inside information, dan wil ik voor jou ook inside information. Ik beloof niks. Dat vind ik flauw. Maar ik doe mijn best. Ja, maar... We zien jou. Eén van de twee avonden. Beloof niks. Belofte maakt schuld. Belofte maakt schuld, Lulie. Ik ga het niet doen. Blijf nog even rustig zitten. Ik ga namelijk heel even naar de kok. Maar in ieder geval, heel erg dankjewel dat jullie er waren. Graag gedaan. Oké. Ik ga ondertussen deze wel eventjes meenemen. Want dat gestuntel van mij vandaag is echt van verschrikkelijk. Zo, daar zijn we. Oh, jij hebt hier wel wat mooie... Ik heb hier wel wat dingetjes klaargemaakt, inderdaad. Ja. Dus... Want wat heb jij nou in de tijd dat ik lekker zat kletsen met mensen van Bokstel vooruit? Wat ben jij aan het uitvreten geweest? Nou, ik heb de asperges, heb ik natuurlijk al voorbereid. Ja. Even warm gemaakt. Ja. De zalm in mooie dunne plakken getrangeerd. Oh, ja, zodat we dadelijk wel mooier kunnen presenteren. Ja. Ondertussen een Hollandaise saus gemaakt. Ja. Hier in de sifon gedaan. Ja. Een beetje belucht, zodat er daar een mooi luchtig schuim uitkomt. Oké. Okay. En heb je nog een tip voor mensen thuis hoe ze nou zelf een Hollandaise saus kunnen maken? Au bain-marie. Dat wil zeggen, op water zet daar een ijzeren kom op. Ja. En dan... Ja, dat is een mooie techniek. Wel heel moeilijk om thuis te maken. Oké, okay, maar te experimenteren. Dus die experimenteren, houden we erin. Inderdaad. Ja. Het bestaat uit een gastriek, wil zeggen een azijn met wijn. Ja. En aan de andere zijde zorg je dat je eieren hebt die je ondertussen gaar gaat kloppen. Oké. Okay. Dus dat voeg je in principe samen au bain-marie. Ja. Dus het mag niet te heet worden, want anders worden je eieren te gaar. Oh ja, dat is een beetje... En zo moet je eigenlijk proberen een hele mooie saus te krijgen. Okay. Kijk gewoon vooral op internet, zoek recepten en probeer die uit. Het lukt iedereen, maar het vergt wat oefening. Het vergt wat oefening. Maar ja. dat is En wij hebben het dan, omdat wij het heel vaak mee moeten geven op een avond, in een sifon gedaan, zodat de lucht er altijd in zit. Ja. Anders moet je, terwijl je het mee gaat geven, elke keer een saus gaan kloppen. Ja, dat is dan een hele fijne truc die we daarvoor kunnen gebruiken. Ja, nee, snap ik helemaal. Nou dus, zeg je al, nou heb je die net lauw warm gemaakt. Ik neem aan, dat heb je gewoon... Ja, ik heb ze heet gemaakt. Nou koel ik ze een beetje terug tot dat ze lauw warm mee kunnen dadelijk. Ja, op zo'n manier. De saus zelf is ook warm. Ja. Het eitje is natuurlijk warm. Ja. En dan een mooie koude zalm, schijfje citroen, slagarnituur erop. We gaan het dadelijk zien hoe je dat in elkaar knutselt. Nou, wat ik me nou afvraag, hè, want je hebt naast het feit, je kunt met verschillende smaken werken, maar je kunt ook met verschillende kooktechnieken werken. Is er nou bijvoorbeeld een manier dat je, asperges gaat frituren? Ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik vind het dan, dan denk ik, kan dat? Of zit er te veel water in? Ze zijn wel heel vochtig van zichzelf. Wat je wel ermee kan doen is bijvoorbeeld wokken, is heel lekker. Okay. En dan door een salade heen. Yeah. Of lekker grillen. Okay, een klein beetje truffel erbij, ook heel lekker. Klinkt dus, er is eigenlijk heel veel mee mogelijk. Yeah. Ik heb nu een eitje soort van gepocheerd. Yeah. Wat we in het restaurant doen is sous vide garen. Dat is een techniek die is thuis heel moeilijk. Okay. En dan zorgen we ervoor dat het ei op 64 graden gehouden wordt, constant. Yeah. Doen we 2 uur 64 graden garen. Yeah. En dan op het moment dat we meegeven zorgen we dat hij nog net warm is. En dan heb je een heel mooi lopend eitje. Okay. Dat is mooi. Dan gaan we daar ook mee proberen met het eitje wat ik nu gemaakt heb. Helemaal goed. Dus, we gaan we een bordje opmaken of zullen we dat bewaren voor de volgende? Nee, we gaan dat gewoon doen. Laten we er eentje doen en dan kun jij straks de tweede doen. En ik heb allemaal camera's dichtbij, hè? Ja, helemaal goed. Dus, zoals je ziet, er zit een klein beetje schil ooit aan. Ja. De asperges zijn natuurlijk geschild. Ja. Schillen nooit weggooien, dat is zonde. Want? Kun je nog heerlijke soep van trekken. Oké. Okay. Dus dat is ook altijd een... Ik heb het wel vaker gezegd als wij een kok hebben van ik ben echt geen keukenprinses. Als er iemand niks snapt van koken en het niet durft, want dan zit het er maar in. Ja, daar zit het inderdaad dan ben ik het ongeveer wel. Dus ik vind het altijd heel erg... Ik snap dat niet. Nou, goed. Ja, belangrijk is als je die schillen daar een soep van wil trekken, dat je niet te lang aan de kook laat gaan. Eigenlijk liefst gewoon...
tegen de kook aan. Ja. Anders wordt de soep heel bitter. Oh ja, dat dus is ook, wordt het toch niet erg. Eigenlijk zonde. Ja. Ja, we leggen hier 4 mooie asperges neer. Ja. Een beetje van de gemarineerde zalm. Ja. Dan hebben we de frisé-sla. Dat is eigenlijk een soort krulandijvie. Oké. Okay. Die siert het bord mooi vol. Ja. Normaal gesproken garneren wij hier een takje kervel op in het restaurant. Ja. Alleen voor een speciale gelegenheid heb ik hier daar een mooie andere soort sla, de boelsblot. Ja. Nou komt het eitje. Het mooie eitje erop. Zetten we een schijfje citroen, omdat er een beetje zuur in het gerecht zit. Ja. Dan hebben we de kidde. Die is een beetje warm. Oh. Zorgen dat, zoals je ziet, een mooi luchtig schuim wat eruit komt. Ja. Bij asperges hoort peterselie natuurlijk. Is dat zo? Klein beetje gehakte peterselie is er heel lekker bij. En dan als finishing touch heb ik een paar mooie blaadjes boelsblot. Het is een kunstwerkje op een bord. En het is nog lekker ook. En het is nog lekker ook. Dat is helemaal tof, hè? Geweldig. Leuk. Wij gaan er, jij gaat er nog eentje maken? Ja, ik ga er nog eentje maken. En we gaan straks vooral even proeven. Nou, nog een andere vraag. Want zijn asperges nou iets heel Hollands? Het wordt wel vooral in Nederland gegeten, inderdaad. Okay. Nederlanders zijn er gek op. Ja. Kom je in andere, België, dat gaat ook nog wel. Alleen dan kom je in andere gebieden, die moeten er eigenlijk niks van hebben. Okay. Dus het is eigenlijk vooral voor ons het witte goud. Maar komen ze dan ook hier vandaan, zeg maar? Wordt het ook helemaal allemaal ja, in vooral hier in de Brabantse streek zie je heel vaak die mooie velden. Ja, dan proppen ze... Ja, en dan poppen ze één voor één omhoog, inderdaad. Ja. En dan... Ja, dan begint voor ons het seizoen ook, eigenlijk. Ja, goed. Nou, mooi. Jij gaat nog een bordje maken. Ik kom dadelijk nog één laatste keer bij jou terug. En dan gaan we vooral lekker smullen met z'n allen. Ja, dat is altijd het leuke gedeelte. Ja, inderdaad. Hey, tot zo. Tot zo. Oei, oei, oei. Hallo. Oh, een volle bank. Een volle bank, dat is altijd leuk. Ondertussen eventjes met al mijn paparazzen aan het... Ik ben vandaag heel onhandig, dat hebben jullie al gezien, hè? Het is echt vreselijk. Maar goed, ik ben blij dat jullie zijn. We gaan een stukje muziek doen dadelijk. En dat vind ik altijd leuk. Ik ben een fan van muziek. Bij mij op de bank. Ik ga jullie vragen om jezelf voor te stellen. En vertel iets kort over jezelf. Ik ben Bart de Win. Geboren in Eindhoven, woon in Nuenen. Ik ben pianist, songwriter, gitarist. En ik speel al heel lang met Harry. Hendrix. Bekend in Bokstel. En wij speelden en verre omstreken. Ja. En we speelden heel lang bij Gerard van Maarzakken samen. Dus daar kennen we elkaar ook van. Ja, okay. Maar eigenlijk ook wel daarvoor, hè? Ja. En ik ben muzikant. En jullie hebben ook nog een vrouwelijke... Ja, maar die gaat zichzelf voorstellen, denk ik. Zo is het. Ik ben Ariane Knecht. En ik zit samen met Bart en Harry in de band Tip Jar. Die is eigenlijk nog iets groter zelfs, maar wij zijn nu de afgevaardigden, zeg maar, voor vanavond. De harde kern. Ja, de harde kern. Ja. En we mochten hier iets komen laten horen. Dus. Ja, precies. Dat gaan we straks doen. En jij, Harry, want ja, ik mag vandaag tussen meneer en mevrouw Tipjar inzitten. Want dit is dus samen. En ik maak altijd het grapje dat ik muzikaal tussen ze in mag liggen. Okay. En vandaag is het eventjes letterlijk. Maar ik kom uit Bokstel, zoals je weet. Ik ben een muzikant en ik doe ook veel in onderwijsland. En Bart heeft al gezegd, we hebben heel lang met Van Maasakkers rondgesjouwd langs de Nederlandse podia. En, een paar diehard muzikanten heb ik op de bank zitten. Nou zijn jullie als band Tip Jar bekend, maar hoe is de band destijds ontstaan? Nou, dat kan jij het beste vertellen. Ik heb ook weer met Harry trouwens en met Ariane solo platen gemaakt. Maar dat betekent eigenlijk alleen maar dat mijn naam erop stond. Okay. En wel voornamelijk mijn liedjes, maar iedereen die ik erbij wilde hebben, deed gewoon mee. Okay. Waaronder dus Harry en Ariane. Yeah. En dan stond op elke plaat een duet met Ariane. En daar werd nogal positief op gereageerd. En toen zeiden we van, kunnen we niet gewoon verder gaan als duo? Okay. Als we toch daar een beetje goede feedback op krijgen. Ja. Dus toen is Tip Jar geboren. En de naam Tip Jar slaat dan weer op het begrip voor je pot. Ja. Wat in Amerika een hele gebruikelijk ingrediënt is op het podium van al die podia waar wij ook wel eens spelen. Want wij gaan elk jaar naar Amerika. En toen dachten we van,
dat is een goede naam. Ja. We leggen het nu al 4 jaar uit wat een tipjar is, maar het is toch, wij vinden het nog steeds een goede naam. Ja, precies. Ik zou bijna zeggen van, is het nodig? Is het zo, verdient het zo slecht dat je de tipjar nodig hebt? Ja en nee. De naam was ook een beetje de knipoog naar het landschap. Ja. We zaten zo'n beetje midden in de crisis toen. Ja. En niet dat dat nou zo rooskleurig is inmiddels, maar het is, ik vind het eigenlijk wel leuk het idee dat iemand iets mooi vindt en dan zegt, nou, dan geef ik jou iets. Ja, absoluut, absoluut. Of je koopt een cd, of, dat is een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Ja zeker. Dus het is nog wel relevant. Het is nog wel relevant, ja precies. En wat voor muzikale geluiden brengen jullie ter gehoor, zeg maar? Wat is jullie genre en wat... Het heet officieel Americana, maar dat zegt de meeste mensen nooit zoveel. Dus het komt een beetje uit de hoek van de country. Oké. Singer-songwriter. Ja. Maar aangezien Bart met name heel erg thuis is in de jazz, horen mensen dat er ook in. Dus er zit eigenlijk van alles in. Oké. Okay. Dus pop, Americana, jazz, blues, noem maar op. Ja. Maar daar horen dan ook de bijbehorende instrumenten bij. Want er liggen hier vooral grote gitaren en kleine gitaren. Mm-hmm. Maar wat voor instrumenten gebruiken jullie nog meer? Nou, het bandje kan nog wel groter, zeg maar. Dus dit is de mini-versie. Even, iemand krijgt, jij krijgt een beetje geluid. Oh. Dankjewel. Harry, sorry. Nee, dit is zeg maar, zij zijn met z'n tweeën de kleinste versie. Ja. Nou, ik speel... denk ik wel het vaakst mee. Okay. Maar daar kan in Podium Boksel, waar we dan zaterdag spelen, hebben we nog een bassist, een contrabassist erbij, Tony. Ja. Maar er kan ook nog een violist bij, er kan ook een slagwerker bij, dus je kunt het wel... Ja, je kunt het uitbreiden naar, maar en, in de essentie is het met samenzang en met snaren en piano. Gitaren en piano. En piano. Ja, is dat wel zeg maar... Nou, Harry speelt wel, denk ik, een stuk of 5 verschillende instrumentjes... tijdens een voorstelling. Dus. Okay. Ik mag de boel in kleuren. Je mag de boel in kleuren. Ja, zo moet je dat een beetje zien. Geweldig. Ja. Ik wil heel graag gaan horen wat jullie gaan spelen. Ja. Wat gaan jullie spelen? We gaan een liedje spelen, het heet Back Porch. Dat is het titelstuk van onze eerste cd. Mm-hmm. En het slaat op de veranda die je voor of achter je huis hebt. Ja. En waar je dan lekker gaat zitten met een glaasje wijn in Nederland... in de kou, maar waar wij dan zo graag komen, in Texas bijvoorbeeld, daar is het dan weer lekker weer. Ja. En daar ga je ook op zo'n backpost zitten en dan begin je wat te pingelen en dan komt de buurman de viool bij spelen. Zo, dat was ons idee. Geweldig. En daar hebben we maar een liedje over gemaakt. Nou, ik ben heel benieuwd. Jullie gaan er voor klaar zitten. Geluid technisch. Gaat het passen? Ja. Ja, ik blijf een beetje... Het is heel knus op de bank. Maar ik ga het lekker mee. Hij heeft heel veel snaren. Dus het is hier wat warmer. En het is hier wat warmer dan ontstemmen de snaren. Ik denk trouwens dat jij nu niet door die microfoon. Oh. Dan wordt nu hier als beetje. Ja, precies. Je mag hem wegleggen. Ik zie hem net zo warm als een Emmaus, zeg maar. Ja. Absoluut. Zaterdag als wij spelen in Podium Boksel, dan proberen we zo min mogelijk te stemmen. Ja. Dat doen we dan van tevoren. Ja, precies. Ja, het is hier. Nee, maar de temperatuur is echt... Dat doet het hem. Ja. Maar dat geeft het helemaal niet, want we hebben tijd genoeg. Ja. We zijn er. Dus jullie zijn er. Oké, let's go. Sitting on the back porch sounds like a dream with the dark clouds hanging in the sky. We dream together, but we can't change the weather, so I'm starting to wonder why. Genuine back boy, Sunday afternoon with the sounds and the smells and the sweat.
Johnny was a weak care. Let's get another pair and stumble on the only way we can. If we wanna hear a cricket, we gotta buy a ticket and fly to the Texas hills. I rock your chair, we're within the air, just live without the frills. Is it weird to sing when you hit the right string, but you know nobody's buying? Sip a bit of wine and play every record they could find. My poor little back porch made out of wood, standing in the snow and rain. It looks like a nightmare, maybe I should leave it there, somewhere in the corner of my brain. Woo! Dank u. Dank u. Leuk. Schrijven jullie alles zelf? Ja. Ooit een cover? Nooit. Nou, een enkele keer. Ja? Gewoon omdat ik het leuk vind. Oh, op de cd staan alleen maar eigen stukken. Oké, okay. Maar dan ben ik toch... Okay. Dat vind ik leuk, die eigen stukken. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig waar jullie... Welke artiest je dan het liefste zou coveren. Nou, ja, dat vind ik dan interessant. Omdat je in een bepaald genre ook zit. Dan denk ik, Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig om een nummer onze kant op te trekken. Wat gewoon van de Bee Gees is. Dus dan wordt het zeg maar een... Ja. Een stuk wat hierbij past, maar wat ooit een keer maar dat kan je gewoon doen natuurlijk, hè? Ja, ja, absoluut. Maar we zitten wel voornamelijk in het genre waar we al in zitten als we een cover doen. Ja. Nou, ja. Mensen vergelijken ons soms, en dat vinden we een heel enorm compliment natuurlijk, met Emmylou Harris en Gram Parsons. En daar zijn wij zelf grote fans van. Ja. Dus misschien zijn zij ook wel op een bepaalde manier inspiratiebron voor onze muziek, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Hoe lang, want jullie zijn als, of jij bent eigenlijk alleen solo, als duo, uiteindelijk uitgegroeid tot de band. Maar hoe lang bestaan jullie inmiddels? Ja, of vier eigenlijk, zoiets. Vier, vijf. Oké. En waar speel je dan het mee? Waar treed je vooral op? Heb je bepaalde festivals waar je dan waar je voor festivals, gevraagd wordt? Theaters, folkclubs. Muziekcafés. Muziekcafés. Ja. Dat hangt, ja, komende zaterdag dus in een theater. En dat doen we ook een paar keer per jaar, omdat dan... toevallig zo uitkomt. Ja. Maar we zoeken eigenlijk alle plekken waar we kunnen spelen. Als het maar een luisterend publiek is. Ja, dus op een braderie zul je ons niet zo heel gauw zien. Nee. Tenzij mensen specifiek ons vragen natuurlijk. Ja, ja, op zo'n manier. Is er nou nog een plek waarvan jullie denken, want jullie zeggen al van regelmatig ook naar Amerika. Nog een plek waarvan je denkt van daar zou ik nou echt zo gaaf vinden om daar nog eens te mogen spelen? Die zijn dan ben ik bang een paar honderd. Een paar honderd? Ja, er zijn heel veel plekken die... Kijk, Carnegie Hall lijkt me een beetje ver gaan, maar alles waar we een luisterend publiek hebben. Het is wel cool om een keer op Venice Beach of zo te gaan spelen. Ja, dat is waar. Ja. Zo buiten daar, zo met, mensen langs rollerskaten en fietsen en dan daar zo buiten, zo in het zonnetje. Staat er al een klein beetje, dat staat nog wel op jouw verlanglijst. Ze spelen ook in kerken, bedacht ik me laatst. Een heleboel van die kleine kerkjes die ze dan ombouwen tot een soort van theatertje of concertzaal. Ja. En daar komt het eigenlijk ook altijd wel goed tot z'n recht. Dat is waar, ja. Nou, we hebben er een in Boksel, hè. Dus dat zou nog wel eens een keer kunnen proberen. Wie weet. Maar eerst maar eens podium Boksel. Eerst podium Boksel. Ja, precies. Ook heel mooi. Behalve dan de plek waar je nog eens zou willen spelen. Wat zit er nog in de toekomst voor Tip Jar in? Of waar zouden jullie graag nog eens naartoe werken? Volgend jaar gaan we met z'n drieën. Dat is het plan. Naar Texas. Want zij gaan ieder jaar mij lekker maken dat ze naar Texas gaan. Ja. En ik zeg van, ik wil eigenlijk ook wel naar Texas. Ja. Maar ik ben zelf ook met het reisbureau getrouwd. Dus ik ga ook de wereld over. Maar misschien dat het volgend jaar lukt om een keer mee te gaan. Want
Ze hebben ook daar Texaanse vrienden. Dat is nu ook wel weer leuk om te weten. En die halen ze ook weer jaarlijks naar Nederland. Oh, geweldig. Dus die toeren dan ook weer hier met hun samen of met mij samen. Dat doen we al een jaar of zes. Dus dat er is iets ontstaan. En we gaan echt proberen om Harry volgend jaar mee te nemen. Ik moet gewoon mee een keer. En dan gaan we daar een toertje regelen. En dan, Maar hij doet al mee, want wij hebben de laatste plaat hebben in Texas opgenomen. En toen kon Harry helaas niet mee. Nee. Maar dan hebben we gewoon over het internet sturen we dan de tracks, zeg maar, waar we aan werken. Zeggen we, hey Harry, wij horen hier heel erg jouw banjo of gitaar. Of, hè, dus dat heeft hij allemaal vanuit hier. Dus dan zit ik in Boksel in mijn hokje banjo in te spelen. Die stuur ik naar Texas. Ja. En die komt dan gewoon op het cd. Dus dan staat er ook all tracks recorded in Austin. Ja. En dan banjo in Boksel. Maar ja, het is zo. Ja, maar het is wel zo. Het is wel het mooie van het internet, toch? Ja, ja, absoluut. Super. Absoluut. Werkt mooi. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik ga jullie dadelijk nog vragen om nog, als ik ga vertellen dat we er voor vandaag mee ophouden, nog toch nog vragen om een muzikaal ondersteunend te zijn daarin. Ja, maar dat cue ik wel eventjes, want dan ga ik nog even bij je opkijken naar het definitieve eindresultaat. En in ieder geval, dankjewel voor jullie komst. Graag gedaan. Super. Ja, want Job, ik kom naar jou toe. Ik ben er klaar voor. Want je bent er klaar voor. En als het goed is, krijg ik dadelijk ergens een vork of een lepel of iets van. Ik wil natuurlijk wel eventjes alvast stiekem een klein beetje proeven. Oh, ja, weet je, lekker twee bordjes. Ja, inderdaad. En ik heb nog meer hoor. Dus er is voor iedereen iets te proeven. Ik ga dadelijk echt even proeven. Maar ik heb wel nog wat vragen. Want hoe lang kun je asperges nou bewaren? En hoe doe je dat dan het best? Tip voor de mensen thuis. 3 dagen is eigenlijk maximum. Ja. En dan het lekkerste is in het eigen vocht koud te bewaren. Dan blijft de smaak er ook lekker in. Ja. Als je een vacuümeerapparaat hebt thuis, doe het even vacuümeren en dan lekker met eigen vocht in de koeling. Ja. Mocht je dat niet hebben, zet het gewoon in een bakje met eigen vocht. Dek het af, eventueel met een handdoek of een deksel. Ja. En, zou je na 3 dagen nog steeds kunnen genieten? Kun je na 3 dagen inderdaad nog steeds hartstikke genieten van de asperges. Helemaal goed, fantastisch. Ik ga even proeven, jongens. Ik pak hier een... Gaat dat lukken zo? Pak hier een mesje. Kom, we pakken even een... Ja, want ik wil natuurlijk even proeven, hè. Ja, jullie mogen het eigenlijk ook hoor, personeelsleden hier allemaal. Vrijwilligers, iedereen. Is hij goed? Ja, hij is wel goed, ja. Hij is wel goed, ja. Nou, tip voor de mensen thuis. Ga vooral experimenteren. En maak de komende tijd de lekkerste asperges. Ik ga de cue geven naar de band. Een klein muzikaal ondersteuningsmomentje voor mijn afkondiging. Want ik wil voor vandaag iedereen bedanken voor het komen. Alle gasten bedanken. Ja, heel goed. Heel fantastisch. En u bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En voor meer informatie altijd onze website op dommeland.nl. En tot de volgende keer. Fijne avond.